onder leiding van Tom du Châtelier. En dit wordt op een prachtige wijze 2-0. We zijn iets meer dan een kwartier onderweg. De assist is van Kwee. En de man die de goal voor zijn rekening neemt, heet Jesse. En 3-1. Wat een luxe voor de thuisploeg. Er gebeurt daarna niet zo heel veel meer tot dit moment. Serhat Koç is ingevallen en besluit maar eens uit te halen. Een geweldige treffer. Ongelooflijk bij zijn ploeggenoten. Daar mag je van genieten. Dit is De Graaf. Daar is Borgman met een halve redding. Daar weet Brouwer wel raad mee. En die maakt zijn tweede van de middag. En zet GVV op een 2-0 voorsprong.